Oké, eerst maar eens even over de schrijver van het Markus-evangelie, over Marcus. Weet je, bij het identificeren van mensen uit de Bijbel hebben wij toch wel een probleem. In onze tijd hebben de meeste mensen een paspoort of een ander identiteitsbewijs of een burgerservicenummer, dat hebben we allemaal. En aan de hand daarvan kun je geïdentificeerd worden. Dan weet de politie die je op de bon heeft geslingerd wie je bent. Ik noem maar een ongelukkig voorval. In de Bijbel ligt dat anders. Er was niet een registratiesysteem zoals wij dat hebben. En dat betekent dat er soms een heel gedoe is om erachter te komen van wie is wie nou eigenlijk. Daar komt bij dat ze soms dezelfde voornaam hadden. En dan moet je maar zien uit te vogelen hoe dat werkt. Nog een ingewikkeld verhaal maakt het dat Israël in de tijd van het Nieuwe Testament en Jeruzalem een meertalig land was. Er werd Aramees gesproken door de doorsnee bevolking. Er werd veel Grieks gesproken door de elite. Er werd Romeins gesproken natuurlijk door de Romeinse bezetter. En er werd Hebreeuws gesproken vanwege de studie van het Oude Testament, van de Torah. Nou, en dat betekent in al die talen een naam. Ja. En dan ook nog soms een naam die net even anders is, omdat de buurt dat tegen je zegt. Kortom, soms is er verwarring over. In dit geval bij Marcus valt er wel wat mee. Want bijna iedereen denkt dat het gaat om Johannes Marcus, die een aantal keren in de Bijbel genoemd wordt. Onder andere als assistent van Petrus, de apostel. Petrus noemt hem zelf mijn zoon. Dat betekent niet dat hij echt zijn pa was, maar dat hij wel een hele sterke band had met Johannes Marcus. Hij wordt genoemd, ik spiek even, in Colossenzen 4 en 1 Petrus 5 en een heleboel keren in Handelingen, waar hij ook genoemd wordt als reisgenoot van Paulus en Barnabas. Barnabas was zijn oom trouwens. Nou, er is wel enig gedoe over hoe dat dan was, die verhouding, maar dat laat ik nog maar even zitten. Johannes Marcus heeft waarschijnlijk het evangelie geschreven en geput uit de herinneringen en ervaringen van Petrus, die Jezus van dichtbij meegemaakt heeft, een aantal jaren. En zo komt hij aan zijn gegevens. Hij schreef hem waarschijnlijk in Rome en ook voor de christengemeente van Rome toen, omdat op een gegeven ogenblik de apostelen en de ooggetuigen langzamerhand begonnen uit te sterven. En er was grote behoefte aan een ordelijk verslag. En Marcus is een van de vier die dat doet. Hij is een van de vier evangelisten. Wat hij schrijft, dat ga ik later nog wel verder uitleggen. Maar het eerste deel van zijn evangelie, van zijn boek, gaat over het geheim van Jezus. En het tweede deel gaat over het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus. Het Markus-evangelie is daarom zo leuk voor deze tijd, omdat het kortste is van de vier. Dat is voor sommigen een groot voordeel. Omdat het allemaal korte pericopen zijn, korte stukjes, alinea's, flitsend. En omdat het een haastig evangelie is. Marcus schrijft in haast. Hij schrijft ook voortdurend onmiddellijk. Hij heeft het woord onmiddellijk voortdurend in de tekst staan. 42 keer staat het Griekse woordje uthuis in de tekst. Hij heeft haast. Hij wil het zo goed mogelijk en zo snel mogelijk op papier zetten. Aan het eind van de Markus-evangelie is enige verwarring, want er zijn wat verschillende kopieën van. En sommige hebben iets meer dan andere. Dat maakt natuurlijk verder niks uit. De inhoud die erin staat is even gezaghebbend als de rest ook. Maar het levert wel onder theologen natuurlijk het nodige gedoe op. Maar goed, dat hoort er nog eenmaal bij. Dat houdt ons van de straat. In elk geval, Marcus is een boeiend figuur. Maar het evangelie gaat niet over hem. Het heet wel naar Marcus, maar het gaat over Jezus. Geen twijfel over. Marcus wordt in zijn eigen boek nergens genoemd. Maar Jezus des te meer. Nou, daar ga ik de volgende keer meer over zeggen. Wat mij betreft, graag tot ziens en God zegen.